Welkom terug bij Live in the Woods Renaissance met Jean Genie. Ik zit midden in een woud. Ik ben net bij Village Dorp geweest. Niet die, maar bij deze geweest. En daar heb ik een boom getreed. En toen wilde ik eigenlijk naar deze village. En toen liep ik helemaal de verkeerde kant op natuurlijk. Maar dat maakt niet uit. En toen keek ik op de kaart en toen zag ik dit. Dit. Ja, en toen dacht ik van, hey, dan ga ik even kijken. En dat ga ik even met jullie doen. En dan moet ik eerst kijken van, oké, ik ga nu aardig de goede kant op. Dus ik moet ongeveer deze kant op. Ik heb inmiddels weer wat wol erbij. En ik heb dus een boom getreden met dragon fruit. Rose best in swamp and jungle. Ja, jammer dan, maar dat hebben we niet. Even kijken hoor. De willow leaves kunnen er eigenlijk wel uit. En deze kunnen er ook wel uit. Maar goed, ik heb bijna geen eten meer. Behalve natuurlijk wat ik bij me draag. En ja, dat is best wel een beetje lastig. Wat zal ik eens op gaan eten? Ik heb dit natuurlijk nog. Die lamb kebab. Nou, dat moet eigenlijk me je voorstellen dat dat tofu kebab is. Want... waarom is dat? Omdat je het ook met tofu kan maken. Het punt is alleen, ik weet nog steeds niet hoe ik het met tofu moet maken. En nu zit ik in één keer tussen de bamboe. Dus ja, moet je maar gewoon voorstellen dan dat ik het van bamboe heb. Maar ik zit een beetje vast hier, geloof ik. Ik vind het heel verwarrend dit allemaal. Oh, grote boom. Ja, komt er maar. Het is echt compleet overgroeid. Dit zal het niet zijn, denk ik. Nee, ik ga zelfs helemaal de verkeerde kant op. Dus ik moet daar naartoe. Maar het is niet makkelijk hier aan deze begroeiing om daar te komen. Er zullen ook niet veel mobs spannen zo, maar ja, fijn. We moeten toch op een of andere manier zien te komen en dat geslinger dat helpt ook niet echt natuurlijk. Zo, misschien daar naartoe. En dan moet ik ook nog een keer daar naartoe, maar dan moet ik dus eerst overheen zien te komen. En het is nog steeds een raadsel. En nu ga ik sowieso de verkeerde kant op, dus ik moest blijkbaar die kant op. Naar dat open gat daar. Daar heb je die... misschien is er wel veel meer bamboe. Het is wel heel verwarrend, want het is... in één keer bam, donker. Nou ben ik hem alweer kwijt. Was het daar? Ja, daar is het. Punt is... een beetje... je kunt hier niet echt op een makkelijke manier je bed kwijt. Nou, kom op. En zoals je ziet, ik heb ook geen toortsen meer over. Die moet ik eerst weer maken. En dat is niet... oh ja, ik heb ijzer getreed. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk om even een paar toortsen te maken. Ja, oh. Behalve dan dat het wel mee moet werken. Ik heb nog veel meer kool bij me, dus... even de allerouderwetste manier... dit was de hout, dus dat kan hier eigenlijk wel even in. Die bomen kunnen daar wel even bij in. Die kan er sowieso bij in. Dan heb ik weer wat meer ruimte. En het is... oh, foute knop. Ik ga nog steeds redelijk goed. Als ik die kant op ga. Rode!
Rode had ik nog niet. Ja, nou heb ik al even genoeg aan. Kan ik proberen hier tussen door te komen. Het is echt een raadsel, hè? Ik moet er zijn. Ik moet er ondertussen zijn. Ik zit er middenin. Huh? Het staat op de kaart aangegeven als een cirkel. En ik kan er niks mee, er is geen cirkel. Er is helemaal niks. Is het dan soms hieronder? Dat is echt alleen maar gravel. Dit is echt raar, joh. Dit vind ik echt maf. Dit vind ik gewoon echt maf. Oh. Er is hier gewoon helemaal niks. En ik sta er min of meer middenin. Is het dan onder water? Ik zie helemaal niks, joh. Hier is een grot. Aha. Wat een mannenkrans. Ik heb echt geen idee. Daar is er nog een. Kan je dat dan? Ja, dat gaat wel gewoon mee. Daar snap ik echt helemaal niks van. Ik denk van, ik heb iets gevonden. En dan komt het er eigenlijk op neer dat ik gewoon... Huh? Niks heb gevonden. Ik zit een beetje vol. Je zit ook hartstikke vol. Dit was... Oh, dat kan wel uit. Ik vind het soms zo apart. Zo apart. Small lily pad. Tiny lily pad. Wow. Medium grass. Het is niks. Water mana grass. Dat zag er heel apart uit. Die weer. Dit is de gravel. Dit is het voedsel. Dit is blackberry. We hebben nog wel wat. Maar die kan er ergens. Waar was dat? Daar. Dus ja, je kunt rustig stellen dat mij dit tot een raadsel brengt. Misschien vinden we ergens gewoon een boek of een verhaal of zo. En dan weten we, hier is die grot in ieder geval. Dus daar hebben we verder helemaal niks aan. Het enige wat we weten is, we staan er middenin. En ik weet niet waarom. Dus, maar goed,
Ik was ondertussen lichtelijk van plan om naar mijn bed te gaan. Hier. Niet zoveel behoefte om naar dat dorp te gaan. Maar ik weet nu wel zeker, want ik dacht dat ik hier geweest was. Maar ik was hier dus niet geweest. Dus als je één keer zo'n huisje een village noemt, dan heten ze allemaal village. Dat is nu wel helemaal duidelijk. Dus ja. Oh, ik stond geloof ik in de goede richting. Ja, ik stond helemaal in de goede richting. Nou goed, ik ga naar huis. Ik verwacht niet hier onderweg nog iets tegen te komen. Dus, mocht het zo gebeuren, dan weet je het. Dan film ik het wel. En dat is weer die stomme Poison Ivy natuurlijk. En waarop die dolle droom. Ja. Ik ga het erop wagen. Ik denk niet dat hier haaien zijn. En als hier al van die leuke kleine visjes zijn, dan... Ach, zoveel schade brengen ze nou ook weer niet toe. Dus. Ja. Dat water. Oh, kan die blijkbaar niet. Wat is dit nou weer? Kan ik niet van de modder opspringen? Wat is dit nou weer voor raars? Hé? Nou. Kortkwijs. Er is zoveel gras overal. Ik zie jullie thuis weer. En toen dacht ik, waarom zou het een cirkel zijn? Misschien moet ik het van bovenaf gaan bekijken. En ja. Dus ik dacht, ik ga even stapelen. En ik zit natuurlijk met een boom te klooien. Zoals altijd. Die mijn zicht dan ook nog eens een keer belemmert. En toen dacht ik van, misschien moet ik het gewoon van bovenaf zien. En zo te zien komt daar wel licht vandaan. Dus daar is wel iets. Dus waarschijnlijk is dit wel de moeite waard om eens wat nader te onderzoeken. Maar niet nu. Er is iets dat ik je wil laten zien. En dat is hier. Die cirkel is verdwenen. Ik weet niet of je mijn muis aanwijzer kan zien. Maar die cirkel hier, die zeg maar hier zat, die is verdwenen. En die kant op is ook een soort cirkel. En dat is een soort cirkel. Maar dit zal wel een watertje zijn. Dus wat ik eigenlijk wil gaan doen is teruggaan naar huis. Als er niks bijzonders gebeurt, dan zie ik jullie weer bij mij thuis. Moet je die volle maan zien? Die achter die boom vandaan komt. Jeetje. En het regent. En nou, ik ga eerst even naar binnen natuurlijk, want ik vind het wel leuk die volle maan, maar ik heb geen zin in mods in de buurt. Ja, het is licht genoeg. En kan ik je nog even een paar dingen laten zien die ik heb gedaan? Ja. Valt gelijk weer. Licht. Zo. Als je zo kijkt, je ziet het al. Je ziet enorm veel bamboe staan. Nou, pats. Kijk hoor, geen mobs hoop ik. Ik heb nog wat meer toorts allemaal neergezet in de hoop dat er niks komt. Ik heb mijn appelboom opnieuw laten groeien. En, nou ja, dat zie je dus allemaal wel. Ik heb bamboe geplant dus. En ik heb een composter gemaakt. Want, daar heb je...
een zombie die me niet kan bereiken. In ieder geval. Is te ver weg. Zo. Het spul dat groeit zo ongelooflijk hard. Dus je ziet hier wel, ik heb het er net afgehaald. En huppakee, daar zit het alweer. Ik heb niet eens alle bamboe nog geplant. Nou, ah, daar hebben we een creeper. Kijk hoor, heb ik boog nog? Ja, hier is de boog. Ik zit helemaal vol. Oh, ik heb nog steeds geen pijlen. Handig. Nou ja, laten we maar hopen dan. Gaat echt zo hard. Het groeit waar je bij staat. Hier. Het groeit gewoon waar je bij staat. Oh, gaat weer iets te veel. Niet goed gericht. Maar ja, kan ik het wel mooi. Allemaal even. Oppakken. En in de composter gooien. Hoppa. Ja, ik ben natuurlijk weer bezig met burlap, hè. Want ik wil er nog steeds een ding bij. Even kijken, dat is de verkeerde. Ik wil die. Ja. Even kijken. Ja. Het is echt belachelijk gewoon zo hard als dat groeit. Oh, gaat die weer. Het is gewoon niet bij te houden. Je kan hier de hele dag gaan staan. En je kan hier de hele dag kun je compost rapen. En doorgaan. En oh, wat een boom. Maar goed, dat is natuurlijk heel fijn. Dat je. Hè? Dat is natuurlijk gewoon heel fijn. Hij doet 1, soms 3 en soms duurt het heel erg lang voordat het. Nee. Kijk, de creeper is wel weg ondertussen. Is het erbij gekomen? Nee. Mooi. Ik wilde. Mijn varken wilde ik een. Nametag geven. En het is op. Ja, dat is de verkeerde. Ik hoop dat ik het goed doe. Het is echt lastig. Echt lastig zien ook. Met die. Dat was blijkbaar ook weer verkeerd. Je moet het echt onderaan doen. Zo. En nou ja, je ziet het wel, je kan dat gewoon echt de hele dag blijven doen. Dus ja. Je kan het de hele dag blijven doen. Dus ik ben daar een tijdje mee bezig geweest. Oh ja, en ik heb die dragonfruit boom die ik had getraind. Kijk. Dragonfruit. Ja, ik kan hem oppakken. Dragonfruit. Mooi zo. Wat grappig, hè? Jeetje. Maar goed, ik heb geen experience. Dus, die kan erin. Die kan ik weer terugnemen. Ik heb deze ook nog steeds, die rode. Die heb ik nog geen plek gegeven. Ik kan hier in ieder geval weer 2 maken.
Zo. Die kan ik weer doen. Ik doe hem tegenwoordig maar hier. Zo. En wat heb ik nog meer gedaan? Ik heb de enchanting kamer afgemaakt. Tenminste, niet het plafond, dat moet ik nog steeds doen. Dan heb ik nog steeds niet besloten wat ik daar exact mee wil gaan doen. Maar ik heb wel die kan wel open blijven. Ik heb wel de boekenkasten allemaal af. Dus dat vind ik al heel wat. Nou, tot zover. Oh ja, wat ik nog meer heb gedaan. Ik heb honing gemaakt. En ik heb, hoe heet dat? Beeswax gemaakt. Dus dat werkt allemaal heel erg goed in die presser. Werkt heel erg goed. 3 hierin. Daar kan ik weer wat van maken zo meteen. Ik kan hier nog 3 boeken van maken, maar die heb ik eigenlijk niet meer nodig. Dat is dan puur voor de decoratie. En wat ik eigenlijk nu ga oogsten is dan voor een nieuwe backpack. En nou, dat gaat gelukkig vrij hard allemaal. Ik kan dit ondertussen allemaal oogsten. Daar heb ik niet zo heel veel behoefte aan. Ik zit nog steeds op diezelfde saturation. Het begint nu eindelijk te verdwijnen. Dat kun je rechts zien. Ik heb af en toe wel wat bijgegeten, gewoon een fruitje. En ja, dat was het eigenlijk wel. Hij is nu 33 en die is ook 33. Dus ja, gaat wel lekker snel. En ik ga natuurlijk de boekenkast nog een keertje vullen, gewoon voor de lol. Gewoon omdat het leuk is. En ik kan hier maar mee door blijven gaan. Dat is natuurlijk wel super grappig. Dat is allemaal vrij handig op die manier. Hier veel nodig, die staat bij een boom. En dan is het weer op. Even er niet zo heel veel. Ik heb het onderste blok. Zo. Heeft op zich niet zo heel veel. Maar ja, het is een hobby, hè? Weer één. Het is je hobby. Zo. En als dat goed is, heb ik nu genoeg. 10. En dan, als ik dat klaar heb, dan ga ik nog een backpack maken. Oeh, die is Reddit. Dus, hoppa, heb ik er weer 10. Dat gaat lekker, hè? Dat gaat lekker. Oh, kom er weer, kom er even uit. Kijk, 22. Dat kan ik beter nu niet doen. Behalve natuurlijk dat ik de ferns eruit kan halen. Oh, en ik heb nog iets ontdekt. Ik probeerde zo. De vorige keer probeerde ik er een kaars in te doen en dat werkte niet. En nu heb ik er gewoon een toortje in gedaan en nu doet hij het wel. Dus ja, dat is mooi. Hoppa, dicht. Dank u. Even kijken. Ik had er hier 6. Ik moet even wat dingen kwijt. Ik moet even goed kijken wat. Hier heb ik de tofu. Daar heb ik de sojamelk. De honing kan erin. Zo. Hier heb ik de B-grub in gedaan. Even kijken, wat had ik nog meer wat daarin kon. Oh, hier heb ik nog 2. Want die moet ik ook weer vervangen. En het is alweer knetterdonker. Hier is de dragonfruit. Die is hartstikke leuk. En die
Die kan ik daar weer in doen. En dan heb ik ruimte genoeg om burlap lappen te maken. Zo. 5. En doe ik er 3 bij. 1, 2, 3. Ik heb 4. Oh, 3 over voor een boek. Hoppa. En dit keer maak ik een paarse. Yay! En wat ik ermee ga doen, dat weet ik eigenlijk nog helemaal niet. Nog helemaal niet besloten. Dus ik haal die eruit voor de boeken. Ik doe die bij die in. En ik heb toch geen papier meer. Dus dat maakt niks uit. Dat komt dan wel weer. Dan moet ik weer spul gaan pakken. Dus ja, zo langzamerhand beginnen we van alles en nog wat te begrijpen hier. Dus dat vind ik wel grappig. Oh, en dit, had je dit gezien? Als je, oh, dat is niet wat ik wilde gaan doen. Wat ik wilde gaan doen is rechtsklik. En dan kan je het gewoon erin zetten. En nou weet ik ook waar de kaarsen zijn gebleven. Ze staan er gewoon alle 3 in. Alle 3 bij 1 kaars. Dus, nou, dat was het voor vandaag. Ik bedank jullie voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden. En we gaan de volgende keer weer wat anders doen. Ik heb nog geen idee wat. Maar we zien wel. Dag!